het groot opperhoofd der Saramakaners, Albert Aboikoni, condoleert het gehele Surinaamse volk, de grootopperhoofden en de nabestaanden met het heengaan van 15 jonge mannen bij de instorting van een illegale goudmijn in het Matawai-gebied. Aboikoni wijst erop dat deze jonge mannen in hun strijd om een bestaan op te bouwen werden losgerukt van hun stam, hun dorp, familie, moeder, vader, levenspartners en kinderen. Ze waren de kostwinners in hun families. Op de regering doet Aboikoni een beroep om de families bij te staan met de begrafeniskosten. De presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling staat binnenkort met een wetenschappelijk buurtonderzoek in Flora B en omgeving. Het doel hiervan is om data te verzamelen voor het formuleren van een beleid op verschillende gebieden. Orlando Philip, oprichter en voorzitter van de Stichting Algemeen Buurtwerk Flora B en Omgeving, verwelkomt het onderzoek. Als dingen wetenschappelijk onderbouwd zijn, heb je de ruimte om zaken in orde te krijgen, zegt hij. Helmut Gesius, deskundige in Community Development, is belast met de uitvoering. Vertegenwoordigers van diverse vakbonden en regeringsfunctionarissen zijn gisteren wederom bijeengekomen. Na intensieve onderhandelingen en voorstellen van beide zijden werd een compromis bereikt over belastingvrijstellingen en verlagingen met een specifieke focus op brandstof. President Santokki benadrukte de intentie om met alle vakbonden als eenheid samen te werken om het proces te versnellen. Er werd overeengekomen om een klein team te vormen om het conceptakkoord af te ronden en de vakbonden zouden dit voorleggen aan hun leden voor goedkeuring. Dit akkoord markeert een stap voorwaarts in de samenwerking tussen de vakbonden en de regering.